VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en Jumbo Benders. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van VVV TV. VVV begon de competitie goed tegen Almere City en dat heeft afgelopen vrijdag in Doetinchem een mooie vervolg gekregen. De ploeg van trainer Rick Kruijs wist zich tegen de Graafschap terug te knokken van een achterstand en stapte uiteindelijk met een 1-2 overwinning van het veld. Al moet Kruijs toegeven dat het daar in de openingsfase niet naar uitzag. Nou, moeilijke start natuurlijk. Half uur kwamen we goed weg met maar 1-0. Nou, daarna kwamen we door die geweldige goal wel in de wedstrijd. En hebben we rondom de box goed verdedigd. Hebben we een aantal drukmomenten laten liggen. En vind ik dat we de tweede helft ook hebben laten liggen om de Graafschap meer pijn te doen in de omschakeling. Wat normaal wel een kwaliteit is van ons. Je weet dat je tegen een goede tegenstander speelt die gelijk erop gaat klappen. Hoe kan het dat je in die eerste fase dan toch geen grip daarop krijgt? Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de eerste kans, dan zijn het toch eigenlijk... Drie duels die we achter elkaar verliezen. Ja, en ik vond dat we daar gewoon niet goed mee omgingen. De Graafschap was op dat moment feller. En wat ik zeg, ze kwamen ook verdiend op voorsprong. En ze kwamen met een grote kans uit de corner, waar we er niet goed uitzagen. Ze kwamen natuurlijk met de kans dat Korte doorbreekt, dat Sima goed staat. Ja, en waar het aan ligt, vind ik moeilijk te verklaren. Maar is wel iets waar we mee bezig gaan deze week, om met elkaar te bespreken natuurlijk. Uiteindelijk rechtte VVV de rug en na doelpunten van Tijmen Verheijen en Sven Brake werd de zege over de streep getrokken. Ondanks het feit dat de Venonaren zich in de slotfase vooral moesten beperken tot verdedigen, heeft Kruijs genoten van zijn elftal. Ja, de jongens hebben enorm goed geknokt. De jongens hebben enorm goed verdedigd in en rondom de box. En ze lieten wel zien dat ze ervoor willen gaan met elkaar. En ik denk dat het daarbij begint in het voetbal. En daar heb ik wel van genoten. Met die instelling gaat VVV zondag ook tegen koploper PEC Zwolle in eigen huis op jacht naar 3 punten. Kruijs weet echter dat hij een lastige tegenstander treft. Ja, zware wedstrijd, maar we kijken er enorm naar uit hier op zondag in ons eigen stadion voor eigen publiek. We hopen dat er veel mensen komen en dat we dezelfde support krijgen en misschien wel meer als tegen Almere, want dat hebben we nodig. Ja, dat zou natuurlijk een hele mooie start zijn als we die wedstrijd ook kunnen winnen. Wat is PEC voor tegenstander? PEC is een goede ploeg. PEC is onder leiding van de nieuwe trainer die vorig jaar daar begonnen is, hebben ze een bepaald systeem wat ze gewoon heel, heel goed uitvoeren. Hebben 7 goals gemaakt en maar 1 tegen in 2 wedstrijden. Dus die hebben wel een signaal afgegeven richting de competitie dat zij een van de sterkste ploegen zijn. Dus dat belooft een mooie wedstrijd te worden. Na de zege op de Graafschap kan de VVV met een goed gevoel toewerken naar het duel met PEC Zwolle. En dat geldt zeker ook voor Tijmen Verheijen. De jongeling maakt momenteel veel minuten in het eerste elftal. En dat had hij niet direct verwacht. Aan het einde van vorig jaar eigenlijk niet. Een nieuw systeem, een nieuwe positie voor mij, wat eigenlijk heel goed bevalt. Ik krijg veel vertrouwen van de trainer, wat een fijn gevoel is. Zo is het seizoen goed begonnen, dus hopen die lijn nou door te trekken. Vorig jaar was je vooral vaak trefzeker in de onder 21. Ja. Merk je nu een groot verschil met het eerste elftal? Ja, wel heel groot. Vooral in het tempo en het conditionele is het wel een groot verschil. Ik denk dat nog mijn grootste verbeterpunt is 90 minuten volhouden. Want ja, bij de onder 21 ging dat een stuk makkelijker dan hier natuurlijk. En qua voetbal is het natuurlijk ook wel, je moet sneller handelen en die standaard dingetjes is wel een verschilletje, ja. Toch lijkt Verheijen al aardig op zijn plek in het eerste elftal. Tegen de Graafschap maakte hij namelijk zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En dat was direct een belangrijk doelpunt. Richard volgens mij gooide de bal naar Nick toe in de diepte en Nick die schuift hem naar de 16 meter en in eerste instantie wou ik zelf ook schieten eigenlijk, gewoon in 1 keer. Alleen toen zag ik in mijn ooghoek Sven staan en ik weet dat Sven altijd sterk is en ik altijd die bal kan inspelen. Dus 1-2'tje met Sven en een hoekje kiezen en tegen de touw aan. Ja, dat is een geweldige goal.
juiste snelheid ingespeeld. Sven als target die hem uitstekend neerlegt. Ja, en hij rond hem geweldig af. En een bekroning op zijn spel van de laatste weken en zijn ontwikkeling de afgelopen, 8 weken. Heeft hij je verrast? Ja, hij heeft me wel verrast natuurlijk. Anders zou hij ook geen basisplek hebben als jonge speler. Hij doet goed, maar hij is er nog lang niet. Want hij moet nog veel stappen maken om zijn potentie te benutten. En daar zijn we elke dag mee bezig. Eerste doelpunt in het betaald voetbal. Ja. Wat kwam er allemaal los? Ja, heel veel adrenaline had ik. Ik rende maar, ik juichte. Ik wist niet wat ik moest doen eigenlijk. Ja, het is echt een geweldig gevoel. Echt wel een droom die uitkomt eigenlijk, ja. Daarna krijg je waarschijnlijk heel veel berichtjes van mensen. Heb je alles al beantwoord inmiddels? Ja, volgens mij wel. Toen ik de kledingkamer inkwam, stond mijn telefoon natuurlijk helemaal vol. Ja, ik vind het wel leuk om zoveel reacties dan te krijgen. En ook van mensen die, waarvan je het soms helemaal niet verwacht. En dat is alleen maar leuk. Sinds dit seizoen is Hessel Verhoeven actief bij VVV als videoanalist. In deze rol is hij fulltime bezig om de trainers en spelers van dienst te zijn met de juiste beelden. Wat houdt zijn functie precies in? Eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor het maken, bewaren en het analyseren van de beelden. Dat houdt eigenlijk in dat ik ervoor zorg dat de trainers gefaciliteerd zijn in beelden van wedstrijden en trainingen van onszelf. En de analyse daarvan, dat zij eigenlijk direct momenten hebben om met spelers te bespreken. We filmen gewoon alle trainingen die wij van tactisch belang vinden. We filmen sowieso alle wedstrijden. En uit daaruit gaan we altijd met spelers in linies of team zitten. Om gewoon het optimale uit hun ontwikkeling te halen en uit de prestaties. En dat gaat van hoe een speler ingedraaid staat of welke keuze die maakt in het verdedigen tot hoe als linie staan. En hoe wij de sessie van de tegenstander bezetten als aanval zijnde. Dus dat zit hem in alles. Hessel is dus fulltime bezig met de beelden van trainingen en wedstrijden. Maar hoe ziet zijn werkdag er dan precies uit? Meestal begin ik 's morgens. En 's morgens zorg ik ervoor dat we eigenlijk de dag kunnen beginnen met of de training daarvoor of de analyse van de wedstrijd die we als laatste hebben gespeeld of een analyse van de tegenstander. Dan zorg ik dat er een aantal momenten klaar zijn die we de trainers kunnen bespreken. En vanuit daar beslissen ze of met het team, of tactisch of met individueel of met een linie gaan zitten om dingen te bespreken. Verder starten we daarna op, dan gaan we trainen. Ik zorg dat de training gefilmd is. Daarna zorg ik dat de training beelden klaarstaan, dat die gecodeerd zijn, zoals wij dan zeggen, dat alle aanvallende verdedigingsmomenten eruit zijn gehaald, zodat de trainers die weer kunnen bekijken. En vaak is het dan zo dat ze of de dag zelf of de dag daarna dus weer opstarten met beelden van een komende tegenstander of de afgelopen training. En je bent via de jeugdopleiding bij het eerste elftal terechtgekomen? Ja, ik ben 3 jaar geleden bij de jeugdopleiding begonnen. Vanuit mijn opleiding van het CIOS. En daar heb ik als assistenttrainer op het veld mogen staan. Maar ook al een stukje videoanalyse mogen doen. Daar heb ik bij de KNVB mijn papieren voor gehaald. En vanuit daar ben ik eigenlijk de afgelopen jaar doorgegroeid naar deze rol bij het eerste elftal. Ja. Wat vind je nu zo leuk aan dit werk? Nou, ik denk dat er maar weinig zijn die mogen zeggen dat ze de hele dag naar voetbal kunnen kijken. En die de hele dag met voetbal bezig kunnen zijn. En ik denk dat de kennis die ik over het software zeg maar, heb. Over de manier waarop gewerkt wordt. Die ik op heb mogen doen in de afgelopen jaren, dat wel maakt dat ik van hulp kan zijn voor de ontwikkeling van de selectie en voor de trainers. En dat maakt mij wel heel, dat vind ik wel leuk, dat ik op een bepaalde manier bij kan dragen aan de ontwikkeling van de jongens en aan de ontwikkeling van de speelwijze van het team. En hopelijk dat we daar mee stappen kunnen blijven maken. Dat is wel het voornaamste, ja. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en Jumbo Benders.